kijkers. We staan hier voor het gezondheidscentrum Schaafdries. Sinds kort zit hier een nieuwe ergotherapeute, Patricia Verstraeten. Omdat ze meestal op locatie werkt, heeft ze ons uitgenodigd om elders een opname te maken. Gaat u mee? Patricia Verstraeten, je zit hier tegenover mij. Je bent gestart als ergotherapeute in Ravenstein. Wie is Patricia? Ik ben een ergotherapeut en ik woon in Zeeland. En ik ben sinds 20 jaar ergotherapeut en ik werk al die tijd ook al in het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen. En heel veel mensen weten niet wat ergotherapie precies inhoudt. Het is een prachtig beroep en daar zal ik je zo nog wel wat meer over vertellen. Ja, als ik aan een ergotherapeut denk, dan denk ik aan iemand die op een bedrijf komt kijken van hoe zit ik achter de computer omdat ik klachten heb bijvoorbeeld of zo. Ja. Misschien een heel verkeerd beeld. Ja, nee, dat klopt. Dat is ook een onderdeel van ergotherapie. Ergotherapie richt zich op alle dagelijkse handelingen die iemand gewend is om te doen. Dus dan kun je denken aan onder andere het werk wat je aangeeft, maar ook jezelf verzorgen. Aankleden, wassen, eten koken, dat is een stukje zelfverzorging, maar het is ook werk en hobby uitvoeren. Dus wat doe je graag op een dag? Mm-hmm. En een stukje ontspanning. Wat doe je in je vrije tijd? Kun je daar ook naartoe verplaatsen? Dus alle dingen die je op een dag doet, daar richt een ergotherapeut zich op. En ja. Ja, en richt hij zich daarop omdat je klachten hebt of om klachten te voorkomen? Oh. Beide. Het is zo, als je een ziekte of een aandoening krijgt, dan kan dat dagelijks handelen heel lastig worden. Wat wij eigenlijk op de automatische piloot doen, dat wordt onderbroken door die ziekte of door die beperking. En dan kun je aan heel veel dingen denken. Je kan bijvoorbeeld denken aan klachten van het ouder worden. Dus de gewrichten die pijn gaan doen. Last van de rug, last van de nek. Maar een herseninfarct of een ander specialisme waar we ons op richten is ook dementie. Dus geheugenproblemen en dementie. En je kunt je voorstellen, als het geheugen niet goed meer werkt, dan valt het niet mee om de alledaagse dingen te blijven doen die je zo belangrijk vindt. Ja. Want eigenlijk denk je bij ergotherapie aan lichamelijke dingen. Maar dementie, daar kan ergotherapie ook een belangrijke rol in spelen. Ja. Kun je daar iets meer over vertellen? Ja. Bij dementie of beginnende vergeetachtigheid noemen wij het ook wel eens. Want het duurt soms even voordat de arts echt een dementie vast kan stellen, als dat zo mocht zijn. Maar waar een ergotherapeut zich op richt, is op de persoon die dementie heeft, maar ook de mantelzorger die erbij hoort. Dus dat kan de partner zijn, dat kan een van de kinderen zijn. Want een persoon met dementie, dementie heb je niet alleen. Je hebt dan vaak hulp uit je omgeving nodig om nog zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. En daarom geven wij ook zeker aandacht met onze behandeling aan de mantelzorger. Kun je daar een praktisch voorbeeld? Ik kan zo niet voor de geest halen, maar hoe kun je daar in een simpel iets betekenen voor mensen? Ja, nou wat wij dus doen. Wij starten altijd met het uitvragen van hoe ziet er een gewone dag voor u uit en waar loopt u tegenaan? En waar heel veel mensen tegenaan lopen is, het lukt me niet meer zo goed om de computer te gebruiken. Of ik heb een nieuwe wasmachine en dat apparaat lijkt in één keer heel lastig. Mm-hmm. Een mobiele telefoon waarvan de knoppen allemaal op elkaar lijken. Dat is heel moeilijk als je geheugenproblemen hebt om weer iets nieuws aan te leren. Patricia, je hebt nu die dementie genoemd. We hebben het ook, je hebt het ook over een stukje vader, moeder, dochter, mantelzorger gehad. Ja. Wat zou je daar voor hun kunnen betekenen? Wat wij vaak zien bij mantelzorgers van dementie of maar andere mensen ook, is dat ze vaak zo in de zorgtaak opgaan,
Of dat het zorgen zoveel tijd vraagt, dat ze bijna vergeten dat ze zelf ook nog een leven hebben. Althans, dat vergeten ze niet, maar ze komen niet toe aan hun eigen waardevolle dingen die ze graag willen doen. Dus ze moeten goed opletten dat ze zichzelf daarin niet voorbij lopen. Dus wat we voor de mantelzorger kunnen betekenen is, begrijpt hij of zij wat er aan de hand is met de persoon die ziek is? Weet die persoon ook hoe praktisch te handelen? Dus hoe kan ik mijn partner verzorgen bij het wassen, aankleden, bij het omdraaien in bed, bij het gaan zitten in een rolstoel? Dus de handelingen. Daar een heleboel verlichten waarschijnlijk. Ja, ja, want daar kunnen ook heel veel klachten, lichamelijke klachten, door ontstaan. Ja. En bij geheugenproblemen of dementie is het ook heel belangrijk. Hoe kun je iemand het beste begeleiden, zodat die persoon met dementie toch nog aan het handelen blijft? Dit is een van je stokpaardjes eigenlijk. Hè? Die, ja. Je hebt daar in de Radboud een speciale functie voor. Hè? Kun je daar iets over vertellen? Ja, ik werk sinds 20 jaar in het Radboud ziekenhuis, ook als ergotherapeut. En het is misschien mooi om te vertellen dat ik vanaf 1 oktober dus mijn eigen praktijk ben gestart in Ravenstein. Maar mijn specialiteit is dementie. En wat ik in het Radboud ziekenhuis gedaan heb, is samen met onderzoekers en collega's van het Radboud ziekenhuis, hebben wij een richtlijn geschreven en ook, dat is ook door onderzoek gebleken dat het effectief is. Richtlijn ergotherapie bij dementie en hun mantelzorgers aan huis. Ja. Dat is een hele mond vol. Ja. En de afkorting is EDOMA. Mm-hmm. En die behandeling, daarin geven wij weer, hoe kan een ergotherapeut personen met dementie behandelen? Ja. En die hebben 1 of 2 vragen waar ze graag een antwoord op willen. Nou, daarvoor hoef ik niet per se bij de mensen thuis op bezoek te gaan. Die kunnen gerust bij mij in de praktijk komen. Maar de wat ouder wordende mens, waarbij het denken soms ook al wat trager geworden is, die zijn gewoon, die voelen zich ook prettiger in hun eigen thuissituatie, daar waar het gebeurt. Ja, want dan werk je dus gewoon vanuit je praktijk daar. Maar je gaat wel bij de mensen aan huis langs. Het is niet zo dat ze altijd bij je komen. Nee, ik kom juist graag bij de mensen thuis. Want daar zie ik veel meer. Hoe iemand woont, hoe iemand leeft. Ja. Wat hobby's zijn. Ja. Ja. Want daarom zijn we ook vandaag bij je ouders aan huis. Hè? Om wat praktische voorbeelden te kunnen laten zien. Heb je echt ook voor gekozen om niet bewust op de praktijkruimte te zijn. Maar echt in een ruimte waar handelingen verricht worden. Ja, ik denk in de thuissituatie, daar is veel meer informatie uit te halen. Hoe werkt het nou eigenlijk? Hoe ziet dat er nou uit in de praktijk? Ja, ja. Dus ik stel voor dat we daar even naar gaan kijken. Ja, prima. Ja. Dat is goed. Ik heb hier een aantal voorbeelden van dagelijkse activiteiten. En kunt u eens vertellen of u dit momenteel nog doet of dat u dat gedaan heeft? Mm-hmm. Dus dan zeg ik winkelen. En als dan iemand zegt, nou, ik kan het ook vragen van, heb je dat gedaan of doe je dat nog steeds? Ja, nou, dat is nog steeds een van de nog steeds, oké. De was doen. Dat is noodzakelijk, ja. Noodzakelijk, ja. Ja, dat, ook noodzakelijke dingen moeten er gebeuren. Ja. Kleding verstellen of naaien. Oude mensen weten dadelijk alles van mij. Je mag ook liegen. Oké. Okay. Nee, vroeger veel gedaan, nu niet meer. Laat maar eens zien hoe je normaal de brei snijdt als je aan het koken gaat. Dan kijk ik even mee. Ja, stop maar eens even. Wat mij nou opvalt inderdaad is, die vinger hou je gestrekt. Al deze kleine gewrichtjes waar je vaker last van hebt, die zijn allemaal gebogen en er wordt allemaal kracht opgezet. Wat wij dus vaak adviseren is, probeer die gewrichten wat groter te gebruiken. Dus meer echt op de meer, ja. Nee, en dan? Dus het is wel een andere manier van handelen, een andere manier van snijden. Maar voor de gewrichten is dit prettiger. Mag ik het nou een stukje? Ja, snij maar in stukjes, ja. Heel veel mensen hebben tal van hulpmiddelen in huis. En ik wil deze even laten zien hoe deze pottenopener werkt. Je zet je erop. Er zit een klein magneetje, dus hij wordt vastgezogen op de pot.
En dan druk je op de knop en dan zul je zien dat de pot vastgehouden wordt en de deksel wordt eraf gedraaid. Dus je mag het meteen zelf proberen, dan heb je meteen een gevoel erbij of dat iets voor jou toevoegt of niet. En je mag hem weer loslaten. Als het goed is, laat hem helemaal los. Hier, ja, helemaal. Mooi, dat jij het zelf. Ja, mooi hè. Ja. Dit is een bottenopener, maar je hebt ook een flessenopener. Want ook bij doppen openen, die zijn vaak ook heel klein. Dus dan heb je deze variant weer in het klein. Er zijn hele mooie, vernuftige hulpmiddelen bedacht om de gewrichten te ontwikkelen. Het heel kastje weg en dan kunnen we met de rolstoel erop. Oh, ja, dat is heel slim. We hebben een hendeldraad, dus het is heel makkelijk hanteerbaar. We hebben een grote spiegel, dus dat we ook zien wat we doen. Die spiegel kan eventueel ook naar beneden staan, dat iemand in een rolstoel aan de wastafel gaat zitten. Dan kan die kantelen. Ook, oh, dan kan die kantelen. Ja, goed. Ja, maar dat is nou nog niet nodig. Nee. Dan, de wc is iets verhoogd, maar we hebben nog geen beugels, dus normaal... Dat kan even. Wat beugels bij, daar hebben we dus omhoog... De mogelijkheid is inderdaad om beugels aan de muur te bevestigen. Maar er bestaan ook toiletbrillen waar armleuningen, zoals op een stoel, waar armleuningen op zitten. Ja. Dus dan kun je zonder meteen gaten in de muur te hoeven boren, kan je toch een toiletverhoger met armleuningen lenen. Dus, omhoog makkelijk. Die zijn... Als ik de douche inga, dan kan de hulp het daar bedienen met die kraan, dus die hoeft dan niet nat te worden. Ja. Dus dan denk ik de volle douche. Ik kan eventueel nog een douchezitje plaatsen. Ja. En ook beugels als ik echt die. Ook daarbij geldt. Dat is mooi. Het is een hele ruime inloopdouche. Ja. Er kan een douchezitje aan de wand of daar aan de wand. Ja. En dan kun je. Met armleuningen of zonder armleuning, maar dan zou ik ook met armleuningen doen, inderdaad. Wat zit er in die andere enveloppen? Het zijn dagelijkse activiteiten. Ze zijn inderdaad ingedeeld in activiteiten buitenshuis. De groene, dat waren de alledaagse activiteiten in en rondom huis. En dit is echt erop uitgaan. Ja. Een café bezoeken, excursies doen, op reis gaan. Ja. Dan heb je ook nog passieve en actieve activiteiten. Okay. Ja. Cool. Ja. Ik kan uren doorgaan. Ja.